Hi, Pascal. We zijn nog heel even alleen, Pascal. Oh, er komt al iemand anders ook nog. Ik ga zo dat ik start hoor. Het is gewoon, ik ben heel eventjes aan het wachten dat er zeg maar wat meer mensen bij komen. Heel goed dat je gaat kijken. Zitten kijken. Even, let's take a look. Ja, serieus. Ik ga echt vandaag wel jullie wat leren. Ik irriteer me wel, zeg maar, aan iets al wat ik zie. Maar ja, dat moeten we maar negeren. Dus dit dingetje hier zo. Ach, wilt me maar niet verlaten. Ik ga het vandaag hebben over hoe start je eigen onderneming? En hi, oh, ik zie echt allemaal mensen die hebben gezegd we gaan kijken, dat ze ook daadwerkelijk gaan kijken. Nou, geweldig, geweldig. Oké, Rodney zegt ik zie het. Ik weet niet of hij het zeg maar, over mijn puistje hebt of. Ja, we gaan het hebben over hoe je je eigen onderneming kan starten. Oké. People, ik ga starten. Oké. Ik heb, als het goed is, hebben jullie dat ook allemaal bekeken, de vlog op ons YouTube kanaal over hoe je je eigen onderneming kan starten. Je weet, zeg maar, bij DNA Community, wat we doen, is het begeleiden van ondernemers in de creatieve sector. Dus we begeleiden hen bij het opstarten van een onderneming, het managementgedeelte, dus dat ziet op juridische zaken, fiscale zaken, dus boekhouding en daarnaast een stukje marketing. Nou ja, nu is het zo dat ik dus daardoor eigenlijk gemiddeld inderdaad, ja, ik denk minimaal drie personen zeg maar daarmee rond de tafel zit om met hen te bespreken van oké, ja, is het interessant om je eigen onderneming te starten? Of ze komen met een idee en dan sparren we even erover. Nu is het zo dat ik eigenlijk alle ondernemers dezelfde vragen stel om te bepalen van oké, is het interessant om je eigen onderneming te starten? In ieder geval dit concept. Het kan ook zijn dat je misschien wel een ander concept hebt, dat deze antwoorden dan niet van toepassing zijn. En ja, die vragen die ik meestal altijd stel zijn oké, nou ja, ja, obviously, welke dienst of product wil je gaan verkopen? Maar wat ook vooral heel belangrijk is, welk probleem los je ermee op? Weet je, ik doe van, kijk, het moet wel echt wat toegevoegde waarde zijn voor mensen om te zeggen van, oké, ja, ik ga, ja, ik zet dit op de markt en daarmee kunnen we ook, ja, is er ook een reden om iets af te nemen. Oh, by the way, als je zeg maar denkt van, oh, ik heb tussendoor eigenlijk een vraag. Ja, dat is dus het hele ding waarom ik nu op Insta Live zit in plaats van Snapchat, want het staat eerst op Snapchat. Zodat ik dan direct met jullie kan communiceren. Dus als je vragen hebt, laat het vooral meteen weten. Zoals ik zei, het was eventjes een korte intermezzo. Zoals ik zei, ga vooral voor jezelf naar kijken welk probleem los je concreet op. Op basis daarvan kan je eigenlijk zeggen van oké, voor die doelgroep ben ik dus interessant. Dan weet je eigenlijk ook meteen zeg maar hoe je dat qua marketing et cetera zou moeten oppakken. Nou ja, wat daarnaast ook vooral heel belangrijk is natuurlijk oké, wat is je verdienmodel? Ik doe van kijk, uiteindelijk gaat het erom. Dit is gewoon mijn ding. Maar uiteindelijk gaat het erom, we moeten gewoon geld verdienen, klaar. Anders is het zo van uit de hand gelopen hobby en het neemt alleen maar tijd in beslag, maar we verdienen geen geld ermee. Dus dat is zeg maar wel van, ja, waar echt heel goed naar moet worden gekeken van oké, hoe ga je daar zeg maar je geld mee verdienen? Dus er moet zeg maar ook een bepaalde marge. Je hebt natuurlijk altijd inkoopkosten en dat soort zaken allemaal. Dat soort dingen moet je allemaal in je prijzen berekenen. En bijvoorbeeld de inkomstenbelasting, omzetbelasting, al die kosten die je in principe hebt, dat moet je allemaal in je prijs opnemen. En dan zou je daar een bepaalde marge uit moeten halen. Nou ja, verder wat ook heel belangrijk is, is voor jezelf om te kijken van oké, wie zijn je concurrenten? Als je bepaalt van oké, dit is wat ik wil gaan doen, kijk ook naar bedrijven die in principe hetzelfde doen wat jij wil gaan doen.
toen ik DNA startte, was het voor mij heel belangrijk om te weten van oké, wie zijn mijn concurrenten? En niet per se omdat ik dan weet van oké, met hen moet ik gaan strijden of zo. Maar je kan juist heel vaak samenwerkingen aangaan. Ik heb bijvoorbeeld heel veel bedrijven die veel groter zijn dan wat, dan ons. Maar zij geven wel weer bepaalde klanten aan mij. Nou ja, dat en dus weer verschillende manieren waarop je met elkaar kan samenwerken. En zo is het ook, kijk ook voor jezelf van oké, welke branche je precies zit om te kijken van welke samenwerkingen zijn interessant. En wat kan je precies daaruit halen. Daarnaast is het heel belangrijk om vooral echt mucho importante, dat je gewoon passie hebt voor wat je doet. Je moet het wel echt heel erg leuk. Oh, het wordt een beetje een ander soort show dan. Je moet het wel echt leuk vinden wat je doet. En op basis daarvan kan je inderdaad zeggen van oké, als je het niet voor het geld doet, dan ga je het ook echt heel lang volhouden om het te doen. Ook al gaat het niet altijd even goed, want het gaat nooit helemaal perfect lopen. Dus dat zijn eigenlijk een beetje de tips die ik wilde meegeven. Wat ik dus ook in de vlog had besproken. En als jullie nog vragen hebben. Stel die vrouw nu. Nu kan je zeg maar vragen stellen. En doe je niet verlegen. Echt, absoluut niet. En laat me niet zeg maar gewoon staren naar jullie zo. Really, laat me gewoon staren. Niemand heeft een vraag, like for real, gewoon, come on. Ik kan me het gewoon niet voorstellen dat het helemaal geen vragen zijn. Dus iedereen heeft het gewoon helemaal door, alles begrepen. Weet je wat jullie doen zo? Jullie doen echt allemaal verlegen. Maar dat is, als ik jullie zie, dan is het allemaal van... Ja, ik wil dit starten en ik wil dat starten. En weet je, we moeten echt gaan zitten. En ik wil informatie over dit, ik wil informatie over dat. Maar nu zegt niemand wat. Ik ga ervan uit. Hoi. Suburban Bandit. Oh, yes. Er is een vraag. Yes. Come on. Pick my brain. Nu deel ik mijn kennis met jullie. Zo direct ga ik weer aan het werk. Wat is je vraag? Simone is volgens mij, ja. What is the question? Wat is het verdienmodel? Oh, wat is het verdienmodel voor een Instagram ondernemer? Nou, in de meeste gevallen... Voor een Instagram ondernemer, wat bedoel je daarmee? Weet je, een influencer of wat bedoel je precies met een Instagram ondernemer? Dankjewel Pascal voor het compliment. Oh, Simone vraagt, ik heb bijvoorbeeld mijn doelgroep afgebakend, hoe speel ik daarop qua promotie. Oké. Als je voor jezelf hebt bepaald van oké, dit is mijn doelgroep. Dan weet je in principe ook, dan zou je moeten onderzoeken van oké, hoe kan je die doelgroep het beste bereiken. En het kan op verschillende manieren. Ik heb zeg maar, je hebt offline en je hebt online marketing. Dus dan op basis daarvan kan je voor jezelf bepalen van oké, mijn doelgroep ziet meer op online marketing. In het begin heb ik de fout gemaakt door te denken van oké, weet je, echt zo ouderwets, maar oké, ik moet flyers hebben en dat soort dingetjes allemaal en in brievenbussen gooien, dat werkt allemaal niet. Ik doe van kijk, als je bijvoorbeeld een makelaarskantoor hebt, dan kan je inderdaad een mailing doen en in de brievenbus gooien van hey, heb je zeg maar interesse om je woning te verkopen, dan kan je ons inhuren. Maar voor de diensten van DNA heeft het geen zin als iemand zeg maar in de brievenbus iets gooit van ja, als je wil kan je administratieve diensten gaan afnemen. Dus ja, voor ons werkt het zeg maar, we zitten op de creatieve sector en de creatieve sector is gewoon heel erg actief online. Dus vandaar dat wij ook heel veel online doen. En wat altijd heel goed helpt is het gratis weggeven van content. Ja, ik weet zeg maar, even kijken hoor. Ik wil nog wel zeg maar even wat dieper op ingaan met wat jij eigenlijk wil weten. Want
ja, als jij wellicht concreet kan aangeven, kijk, wie jouw doelgroep is, dan kan ik daar wat concrete informatie op over geven. Oké, ik ga heel even naar de Suburban Bandend. Je hebt echt een hele soort van Suburban Bandend. Leuk. Jij hebt 30.000 volgers, maar hoe verdien ik... hoe verdien ik money? Yes, praat geld met me. Kijk, als je 30.000 volgers hebt, je weet, kijk, vooral nu heb je dus dat hele gedoe dat grote influencers bijvoorbeeld, mensen die een heel groot bereik hebben, dat het voor hen juist moeilijker is om mensen te bereiken. En ze werken nu juist heel veel samen, bedrijven werken nu juist heel veel samen, juist met ondernemers, althans ja, mensen zoals jij dus, die zeg maar 30.000 volgers hebben, om hun producten of diensten te promoten. Maar het is wel afhankelijk van wie jouw volgers zijn uiteraard. Weet je, dus op basis van jouw volgers kan jij eigenlijk bepalen van oké, welke bedrijven kan ik benaderen om te kunnen zeggen van weet je wat, het zou voor jou interessant zijn zeg maar om met mij aan te gaan, een samenwerking aan te gaan. En ja, je kan er nog veel meer leuks uit halen. Echt, nog veel meer kan je eruit halen. Je kan ook gewoon hele mooie pakketten aanbieden daarmee. En ja, kijk, als je dat niet wil doen, maar als je het echt alleen maar, als je gewoon puur wil gebruiken voor je eigen onderneming, ja, dan zou ik hem inderdaad, dan zou je het weer zeg maar, op een andere manier moeten benaderen. Dan staat het een beetje los van elkaar. Het is mij nog, ja, sorry, mijn batterij is bijna leeg. Of het voor je eigen onderneming is, of dat je juist zeg maar andere bedrijven of andere ondernemers juist wil bedienen. Oké, let me take a look. Ondernemen is gewoon een kwestie van doen en durven. Helemaal gelijk. Mark Keus heeft helemaal gelijk. Oké, even kijken. Nettie Provence, ik weet niet veel over ondernemen. Is het verstandig om voor mezelf te beginnen? Ja, dat hangt er zeg maar in principe van af. Ik doe van, kijk, als jij voor jezelf... ik weet niet wat het is wat jij wil gaan doen, maar kijk... Als het een goed concept is en je met de juiste mensen werkt, dan is het wel, kan het een succes worden, zeker weten. Het is gewoon heel belangrijk inderdaad welk team je ook, wie er allemaal in jouw team zitten of je met de juiste mensen werkt. Dat is een, Ik weet niet wat je wil gaan doen met die professor. Deel het met ons, dan kan ik advies geven. Even kijken hoor. Even kijken, Simone, mijn doelgroep zit in mensen die gaan trouwen, van feestjes houden, die verjaardagen vieren en willen opvallen met bling. Nou, dat klinkt als mij. Nee, ik ben niet van de bling. Maar, even kijken hoor, als jij voor jezelf hebt bepaald van oké, ik weet wat jij doet. Ik weet wat het is wat jij doet, weet je? En ik zou zeg maar inderdaad eerder zeggen van, ga... Zeg maar met bepaalde evenementenorganisatoren, ga met hen zitten. Ga met hoteleigenaren daar waar jouw doelgroep komt. En ga je niet focussen op particulieren, maar juist op ondernemers die weer met particulieren werken. Dus die sowieso al grote opdrachten binnenhalen, waardoor jij daar weer aan gekoppeld kan zijn. En dan pak je meteen een grote marge. Ik hoop dat dat zeg maar enigszins heeft geholpen. Oké, volgens mij zijn we een beetje door de vragen heen. Tenzij iemand nog zo zegt van oké, luister, Tamara. Share that knowledge. En dan ga ik het doen. En anders ga ik ik gewoon weer werken. Omdat ik heb nog offerten die ik moet uitsturen. En een brief wat ik moet opstellen. Dus. Come on. Volgens mij heb ik al jullie vragen beantwoord, toch? Ik heb niet het idee dat ik iemand heb overgeslagen. Als ik je wel heb overgeslagen, please let me know. Wat is je uurtarief? Mijn uurtarief? Of wil je voor jezelf bepalen wat jouw uurtarief zou moeten zijn? Nee, het plannen van een afspraak bij ons, met mij, daar reken ik geen geld voor. Absoluut niet. Het is gewoon de eerste keer dat we elkaar zien. Je geeft gewoon aan van oké, wat het is wat je wil gaan doen. En kan ik ook meteen kijken van oké, in hoeverre kunnen wij je helpen. En van daaruit zien we verder. Maar de eerste keer dat we met elkaar zitten, zijn er geen kosten aan verbonden.
You are welcome, Simone. Ik hoop echt serieus dat je... Pak het echt op, want ik vind dat je wel echt een heel leuk concept hebt. Alleen, ja, je moet echt eventjes, weet je, gaan knallen nu. Oké. Zijn er nog andere vragen? Ja, dit ding is een beetje irritant, hè? Ja, ik vind het ook een beetje irritant. Ik denk dat we langzaam kunnen gaan afronden als ik het zo zie. Oh! Nog een vraag, ja. Oké. Yes! Oeh, I'm sorry. Ik wacht op een vraag van iemand, hoor. Ja, klopt. Ik werk ook samen met concurrenten. Dat zijn in principe de mensen, ondernemers die dezelfde diensten plenen die ik ook verleef. Ja, dat typen is toch wel... Aan de ene kant is het wel handig dat je zeg maar meteen je vraag kan typen. Maar aan de andere kant zou het ook wel handig zijn als mensen gewoon, als we gewoon een soort van conference call met elkaar zouden kunnen hebben. Even kijken hoor. Geef je dan ook een bepaald percentage aan inkomen wanneer ze een klant naar je doorschuiven? Dat kan. Er zijn gebruikelijke percentages die je gebruiken. Ja. Gebruikelijke percentages voor incentives fees. Dus als iemand inderdaad zegt van oké, als je vaste partijen hebt met oké, ik werk met jullie samen op het moment dat we zeg maar doorverwijzen. Het kan ook, het percentage verschilt wel op het moment dat je zegt van oké, nou ja, ik lever de dienst of ik lever het product, maar volledig onder mijn eigen naam. Of dat je enkel gewoon doorverwijst. Er zit wel aanzienlijk verschil in. Je hebt zeg maar bij de een zit echt iets van 5% en bij de ander zit je alweer tussen de 20 of de 30% namelijk. Oké. Maar in jouw geval, Simone, zou het zo... ja, in jouw geval zou ik hem niet zo doen van oké, dat ze enkel doorverwijzen. Je moet echt een contract met ze hebben dat ze alleen met jou gaan werken. En dat ze gewoon een minimale afname per maand van ze hebt. Weet je, en als je dat gewoon met een aantal van dat soort grote organisaties doet, dan weet je dat je omzet gegarandeerd is. Dus dan heb je minimaal elke maand een bepaalde omzet. En dan kan je ook vooruit werken. Dan weet je van oké, weet je, in september ga ik zoveel verdienen, oktober ga ik zoveel verdienen, en met de feestdagen nog meer. Dus zo moet je het oppakken. Even kijken hoor. Stel alleen, als iemand een idee heeft qua het maken van een nieuw product, hoe kan ik deze product patenteren? Het gaat vandaag niet daarover. Vandaag gaat het over hoe start je eigen onderneming. Niet over patentrecht en dat soort dingetjes allemaal. Maar ik wil deze wel, zeg maar... even kijken hoor. Ik ga ja, als je niet kan wachten met je vraag. Want we gaan wel een andere keer gaan we zeg maar meer over juridische zaken hebben. Dus dan wil ik het vandaag zeg maar niet daarover hebben. Maar wij kunnen wel zeg maar als dit voorbij is eventjes met elkaar erover hebben. Ik kan ook niet wachten tot ik oktober zie wonen. Heel leuk. Heel leuk. Ik heb er ook heel veel zin in. Luister, lieve mensen. Het zit erop. Jullie hebben volgens mij zo'n beetje alles meegekregen wat je mee kan krijgen. Ik wil jullie een hele fijne avond wensen. En enorm bedanken voor het kijken.